Vandaag, zaterdag 5 november. Korte update. Ik bevind mij thans in de slaapkamer. Waar Wim en Annie alle kozijnen en de ramen geverfd hebben. En die zijn nu in de verf klaar. Deuren. Plafonds. En ik heb verder hier nog een randje met zandcement aangevuld. Om de vloer helemaal gelijk te krijgen. En onder de vensterbanken zat nog een flinke kier. Heb ik dichtgesmeerd met een gips. En verder in de slaapkamer is gisteren Bayram langs geweest. Bayram is de kitter. Doet heel de dag niks anders dan kitten. En dat doet hij wel heel erg mooi, vind ik. Want je ziet het bijna niet. Het is gewoon heel strak. En natuurlijk ook hier bij Poespetja. En het is gewoon heel mooi gelicht. Daar ben ik al ook heel erg blij mee. Want dat betekent dat. Oh ja, Ria heeft zijn muren ook geverfd. Dus die zijn klaar. Ik heb hier het berken. Heb ik één keer in de blanke lak gedaan. Moet nog één keer. En als dat zo is, dan kan Vincent hier de wastafelplank monteren. Dat is ook met acacia, met. Ik wil zes polyester zetten, dat is het niet. Het is ook geen acrylaat, dan noemen ze dat waar ik meestal opvul. Ik ben even de naam kwijt. Maakt niet uit. Want als we verder gaan, heeft. Oh ja, dit heeft. Annie heeft het koofje ook helemaal strak in de verf gezet. Het ziet er ook gewoon hartstikke mooi uit. Ga ik naar de slaapkamer. Daar is Wim ook weer aan het plamuren. Maar daar zie je zo. Ogenblik niet zo veel van, maar die heeft alle spijkergaatjes. Kan je ze zien? Is het daar is midden een beeldje in een rij met hele kleine puntjes. Ze hebben hele kleine spijkertjes gebruikt en die heeft Wim allemaal zitten dicht smeren. En ik heb daar boven langs die rand. Ja, het ziet er nog een beetje lelijk uit omdat de tape er nog op zit. Maar die hele onderste rand, er zat nog een flinke kier. Heb ik met gips dichtgesmeerd. En verder is Bayram heeft ook in de keuken, heeft hij daar bij de dorpels, heeft hij gekit, ook aan die kant. En hij heeft de keuken gekit. Details. Dat heeft hij ook gewoon heel strak gedaan. Ik vind het wel ontzettend knap. En ik ben begonnen met de volgende stap. En dat is alle wandcontactdozen monteren. Alles heb ik hier klaar liggen. Doosje vol. Raampjes. Schakelaars. En dit zijn wandcontactdozen. Is er daar ook. En die komen dus daar. Daar, door. En hier zitten ze ook al. Dit is een schakelaar en dimmer. Omdat deze veel gebruikt gaat worden, de dimmer kan je zo aan en uit schakelen. Maar ik heb hem schakelaar bijgezet, zodat je niet continu op de knop hoeft te drukken. Want dat slijt natuurlijk als een gek. Dus om te voorkomen dat die schakelaar lam gaat. Maar goed. De plek voor de thermostaat. En in de bijkeuken is nog niet zo heel veel gebeurd. Ik heb nu echt alle randen gekit. Dus dat is nu klaar. Dus dat. Dus. Op naar morgen. Doei.